Het CDA doet aan draaikonterij, dat zegt wethouder Frank de Vries. Gisteren liet het CDA weten achter de plannen te staan om geen grootschalige natuurontwikkeling te realiseren bij Meerstad. Meerstad moet een ruim opgezette wijk worden aan de oevers van een meer met veel groen. Het meer is al voor een deel aangelegd en de eerste woningen in de wijk tussen Groningen en Slochteren zijn inmiddels verkocht. Achter Meerstad moet grootschalige natuur komen. Frank de Vries vindt dat de plannen wel moeten worden uitgevoerd en is niet blij met de houding van het CDA. Ik vind het wel opvallend dat partijen eh, zo makkelijk van mening kunnen veranderen. Eh, hoe noem je dat ook alweer in politieke termen? Een beetje draaikomterij lijkt het mij. Het natuurgebied achter Meerstad moet deel uit gaan maken van de ecologische hoofdstructuur. Vorige kabinetten hebben miljoenen euro's uitgegeven om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het advies maakt daar een einde aan. Kijk, Meerstad is voor mij een hartstikke goed plan. Vooral ook voor die ecologische verbindingen. En je ziet nu he, dat het Rijk, meneer bleek er voorop, als het ware terugkeert op zijn schreden. En zich toch eigenlijk minder ecologisch bewust en minder groen toont. dan eigenlijk zou moeten. Dat is wel teleurstellend. Er is al bijna 500 hectare aangekocht ten behoeve van Meerstad. Volgens het CDA moet die grond maar weer aan de boeren verkocht worden. Ik ga het niet ontkennen dat weilanden heel mooi zijn. Uh, het CDA heeft weliswaar groen hè, als, 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 kleur in de, als kleur voor de partij, maar het is wel een heel beperkt, beperkt groen geworden, eerlijk gezegd. Nogmaals, landbouwontwikkeling ook prima, maar nadenken over de toekomst van onze samenleving en natuur vraagt iets meer dan alleen maar weilanden. Het advies om geen grootschalige natuurontwikkeling meer te realiseren moet nog besproken worden door het kabinet.